Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik heb deze video gemaakt omdat veel mensen graag een trailer willen maken in Euro Truck Simulator 2 en daar wat moeilijkheden mee hebben om zo'n ding te maken. Op Facebook kwam ik een aantal templates tegen van MadDom 1988. En ik dacht van, er waren gewoon heel veel vragen over, want die templates worden wel gebruikt, maar je ziet heel vaak hele rare dingen verschijnen. Omdat die templates niet goed gebruikt worden. Waar heb ik het over? Ik laat je even zien. Ik gebruik trouwens Windows 7, Google Chrome, Photoshop, CS3 en Euro Truck Studio software. Hier gaat het over. Templates All Trucks van MadDom 1988. Oeps, deze moet ik hebben. Dit zijn hele strakke templates. Hier kun je in ieder geval twee trailers mee maken. Dat is de Cool Line en de Profiline trailers. En dan kan je dat laten zien. Dat zijn deze trailers. De Krone Profiliner en de Krone Cool Liner. Deze kun je dus met deze templates heel strak maken. Dit is een manier om een trailer te scannen. Er zijn nog veel meer. Je kunt in principe alles met de hand doen. Alleen ETS2 Studio maakt het net even wat makkelijker allemaal. En het is gewoon net even wat prettiger. Anders moet je allemaal tekstbestanden gaan maken. Alles gaan zippen in WinRAR. Ik vind dat zelf niet zo fijn. Ik gebruik graag wat tooltjes om het mezelf iets makkelijker te maken dan mogelijk is. Dus ja, dit kun je dus mee maken. De Krone Profiliner en de Krone Cool-liner. De templates zijn echt, zoals je ziet, super strak. En als je een beetje photoshopt of een beetje in het tekenprogramma kan werken, dan kun je er echt iets heel leuks en iets heel moois mee maken. Wat heb ik gedaan? Nou, ik heb deze gedownload. Ik ga ook gelijk beginnen van hoe ik dat dan doe. Ik heb ze gedownload. Ze staan bij mij al op mijn bureaublad. Dus daar gaan we zo dadelijk even naar kijken. ETS2 Studio, dit moet je wel hebben. Ga gelijk door wat je dan precies nodig hebt. Dus de templates. Kun je makkelijk downloaden via ets2lt.lt. De links komen allemaal onder in de omschrijving erbij. ETS2 Studio, ook makkelijk te downloaden en te installeren. Je hebt een uitpakprogramma nodig. Dat is of WinRAR of WinZip. Je mag zelf kiezen wat je wil. Ik zelf heb de voorkeur voor WinRAR, omdat WinRAR, ja, dat ken ik al zo lang. En het werkt voor mij echt heel makkelijk. En ik denk dat voor heel veel mensen het gewoon heel makkelijk werkt. Lekker het Nederlands. En in principe hoef je nog niet eens helemaal compleet te kopen, et cetera. Je kan gewoon lekker de gratis versie gebruiken. En hij werkt fantastisch. Daar ga ik ook verder niet meer op in, maar je kan hem hier downloaden. En een fotobewerking, of in ieder geval een tekenprogramma waarbij je in ieder geval een uitvoer kan maken. Je kunt opslaan als .png of .dds. Heel veel mensen zeggen van nee, je moet .dds hebben, want dan werkt dat beter. Nee. Mijn ervaring zelfs is met .png dat het zelfs beter werkt voor mij. Maar goed, dat is ook weer een persoonlijke voorkeur. Kijk wat je het zelf prettigst vindt. Het gaat erom dat je kunt opslaan naar .png of .dds bestanden. Mocht je een .dds bestand willen maken, bijvoorbeeld in Photoshop, dan moet je even zoeken naar NVIDIA DDS en je krijgt een link naar een extensie die je kunt downloaden en gebruiken. Nee, ik denk dat ik hem hier zelfs al heb. Even kijken. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Oh, hier heb je hem al. En hiermee kun je gaan exporteren naar DDS. En volgens mij is er ook zelfs eentje voor de GIMP. Ik ga hier niet verder op in, dan moet je zelf even googlen en kijken eventjes. Alles wat standaard erin staat, dat kun je ook zo gebruiken. Maar maak het jezelf niet te moeilijk. Gebruik gewoon lekker .png. Het is echt gewoon veel makkelijker. En het werkt gewoon perfect. Dus dat heb je ervoor nodig. Dus je hebt de templates nodig. Je hebt ETS2 Studio nodig. Een uitpakprogrammetje. En een fotobewerkingsprogramma. Of in ieder geval een tekenprogramma. Waarbij je kunt exporteren naar .png en .dds. In mijn geval ga ik Photoshop CS3 gebruiken. Ik had deze toevallig nog. En voor mij werkt het heel prettig. En werkt heel georganiseerd. En dat zal ik ook een stukje laten zien.
Nou goed, ik heb hem dus gedownload. Nou, dit is het bestandje wat je hebt gedownload. Dat is een zip-bestandje. Je moet hem als volgt uitpakken. Het is, moet niks, maar al als mag. Je pakt hem uit. Ik pak even een slok koffie tussendoor. Heerlijk. Je pakt hem uit in een mapje. Want als je hem gewoon zomaar uitpakt, dan heb je nog eens kans dat het af en toe misloopt. Dus ik pak hem heel even uit in dezelfde naam als de titel. En hier heb ik nu alles in staan. Nou, wat krijg je dan? Je krijgt, zet het eventjes, dat leidt alleen maar af. Twee mapjes. Cooliner en Profiliner. En hier gaan de meeste mensen de fout in met gebruik van deze templates. Dit zijn Photoshop templates. Ik moet eerlijk bekennen, ik weet niet of ze in JPG bestaan. Mocht je daar toch graag JPG's willen hebben, kan ik ze even voor je omzetten en alsnog eventjes erbij zetten. Maar dit is gewoon ideaal, want als jij Photoshop hebt, kun je meteen aan de slag. Deze twee heb je nodig om... dit gaan we daar gebruiken in ETS2 Studio. Dat ga ik je ook nu meteen laten zien. Deze mapjes moet je dus kopiëren naar ETS2 Studio. Wat gebeurt er dan? Even kijken. Hup. En meestal staat dat in Program Files. Ik ben te snel vandaag. ETS2 Studio, hier staat die. En dan is het data volgens mij, trailers. En je ziet hier, ik heb hier al zelf al lopen vogelen. Wat heb ik gedaan? Ik heb de bestaande mapjes, want deze staan namelijk al in ETS de Studio Data Trailer, staan ze er al in. En ik heb ze even hernoemd naar Cooliner en dan liggend streepje en Profiliner liggend streepje. En ik heb de twee mapjes, die heb ik gekopieerd vanuit de mapjes op mijn desktop naar hier naartoe. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En wat er dan gebeurt is, dan kan ETS de Studio... de skin voor jou maken en de juiste gegevens zo interpreteren dat je ook de juiste trailer krijgt. Ik zal je dadelijk laten zien wat het resultaat is. Wat je dan doet, als je hier klaar bent, dan kun je het gewoon sluiten, dan is het gewoon klaar. En je start ETS2 Studio op en eigenlijk wat je nog te doen is de template bewerken. En dat ga ik je nu laten zien. Ik heb zelf Photoshop. Ik kan het heel makkelijk doen zelfs door dit gewoon te openen. Template voor de Cooliner. Dit toch eventjes. Kijk. Wat je krijgt is deze template. Nogmaals, dit kun je in elk tekenprogramma doen als je maar dit kunt doen. Save as. En dan format. Nou, ik heb dus die plugin die heb ik gedownload. En ik kan hem ook opstaan als DDS. Echter, ik gebruik zelf liever PNG. En zo sla je hem op. That's it. Als je een tekenprogramma hebt, de GIMP kan dat ook. Kunnen we eens even kijken hoe ik hem op kan starten. De GIMP ben je. De GIMP is eigenlijk een Photoshop clone. Hij werkt gewoon heel erg makkelijk. Hier kun je ook in laagjes werken. En dat is het mooie van de GIMP. Ik weet niet of je snel opstaat, want de vorige keer vond, was hij erg traag. Bang voor. Nou, ondertussen gaan we lekker verder in Photoshop. Wat zo mooi is aan dit, zeker in Photoshop, is dat je kunt werken met laagjes. Wat bedoel ik daar nou mee? Dat zijn eigenlijk overtrekvelletjes. En zo kun je eigenlijk heel snel dingen bewerken. Dit is eigenlijk de achtergrond, hè, zoals je ziet. En de template. En wat je eigenlijk kunt doen, is je zegt van ik wil eigenlijk één universele kleur hebben. Nou, wat je dan doet, ik maak meestal even een mapje aan in Photoshop. En dan maak ik een nieuwe layer aan. Nu heb ik een nieuw overlegvelletje opgezet. En ik kan dit velletje gewoon helemaal vol kleuren. Ja, bijvoorbeeld, even kijken, level solid color.
veel. En bij wijze van spreken zeggen we, joh, ik maak hem helemaal groen. Ik maak een kleurtje groen. Hop, en mijn hele velletje is groen. Dit maakt verder niet uit. Dit mag niet zichtbaar zijn namelijk. Dit mag niet zichtbaar zijn als je hem opslaat. Want dan zal ik je ook laten zien wat er dan gebeurt. Dan zou je dit kunnen doen. En als je wil werken, dat is ook een tip trouwens voor mensen die heel veel skinnen. Zet de opacity even terug. En je kan er doorheen kijken. Dan is het echt een doorkijkvelletje. Vergeet hem niet terug te zetten, want anders dan zie je al die lijntjes er doorheen en zo. Dat wil je ook niet. Dus, maar ik zet deze even helemaal uit. En wat ik dan het prettigste vind, is dan maak ik meestal weer een nieuwe groep aan. Een nieuwe laag. En ik doe ze liever eigenlijk stuk voor stuk. Dus eigenlijk gewoon, ik pak dit hele stukje. Ik doe het een beetje slordig, maar het gaat erom even dat je het ziet hoe het werkt. En dan kan ik eigenlijk alles hierin bewerken. Let even op, dit zijn de lusgaten hier. Dus niet dat je je tekst op gaat zetten, et cetera, want dat zou zonde zijn. En eigenlijk kun je er eigenlijk ook alles mee doen. Ik doe liever alles afzonderlijk gewoon even bewerken. Want soms werken we eens met een leuke tekening of wat dan ook. Even kijken, kan ik hetzelfde trucje weer uitvoeren. Layer fill. Hoppakee, solid color. Hup. En deze kan ik een ander kleurtje geven. Whatever. En zo kun je dit eigenlijk allemaal gaan bewerken. En je kan dat tekst op gaan zetten, et cetera. Let wel, het wordt heel erg groot. Dus tekst. Hoppakee. En ja, zo. Wat ik heel vaak al doe is een beetje scalen. Ja, het ziet er lekker groot uit. Dit ziet er echt mega huge groot uit. En zo kun je eigenlijk je template gaan klaarmaken. Als je hem opslaat, doe even dit. En well, that's it. Zo sla je hem eigenlijk op. Ja. Zorg voor alle vlakken bedekt zijn. Want anders dan heb je daar ook echt hier lijntjes tussen zitten. En dat soort dingen, dat wil je helemaal niet. Zo sla je hem in principe op. Het is wel een heel slecht voorbeeld overigens. Gruwelijk lelijk. Maar het gaat even om het idee. Dus dat is hoe je het in Photoshop gaat doen. Oh, nou, hier zie je... hop. Dus de GIMP. Je ziet ook weer met laagjes werken, et cetera. Werkt eigenlijk allemaal hetzelfde. Misschien zelfs wel mooier. Hier kun je de grootte aangeven. Van hoe het bestand eruit moet gaan zien. Ik doe even dit. Even gewoon te laten zien hoe dit... Nou, er ziet er eigenlijk een beetje hetzelfde uit als Photoshop. Je gaat ook in laagjes werken. Ik heb hier nog nooit in gewerkt, zeg ik eerlijk, dus ik ga je niet in verder. Maar je ziet, je hebt al heel veel opties met bewerken, groter, kleiner maken, brushes. Het ziet er allemaal enigszins hetzelfde uit. Als je Photoshop gewend bent, is het even wennen. Als je nog nooit met een tekenprogramma gewerkt hebt, bedenk dat je in laagjes werkt. En dan komt het ook in orde. Ik ga even niet verder op in. Dus dan weet je nu voor je de template, hoe je hem op moet slaan naar .png of naar .dds. En vervolgens, dit is eigenlijk het meest makkelijke wat je kunt doen, is hem omzetten naar een SCS bestand. Nou, wat je moet doen, je kiest dus een bestand uit. Hè. Je gaat naar Trailer Generator, Corona Profiliner, Trailer Skin. Nou, hoe simpel is dit? Ik had er al eentje klaargemaakt. Yep. En als je dit zo ziet, dan weet je dat het allemaal goed zit. Trailer Properties, dit is heel, heel belangrijk. Nou weet ik dat dit nog een keer tevoorschijn komt. Oeps, ping. Ik noem het even trailer, maar je moet het waarschijnlijk even anders gaan benoemen, denk ik. Want anders gaat het fout. Dit is heel cool. Je kunt de trailer massa aangeven. Kun je zelf groter, kleiner maken. Dit is 9 ton. Ja. Ton. En wat heel cool is, je kan hier, ik heb even een, ik kan een nieuw cargo aanmaken hoor. De vracht kun je hem aangeven van wat bevat het. Dit is voor in de in-game, in het spel volgens mij zie je dit niet. De massa, cargo optie. Dus wat je eigenlijk hier invult in de markt. Wacht even, we gaan even terug. Nope, even terug. Dit is de maximale load die je kunt geven aan je vracht. Dus de maximale aantal kilo's wat die kan hebben. En vervolgens ga je hier
aangeven wat hij allemaal mag dragen. Marcus Heavy, dat is ook heel, vind ik zelf heel mooi. Breekbare vracht, prijs, eventueel ADR-klasse, ook heel gaaf. En alle bedrijven waar deze vrachtwagen gaat spawnen, of deze trailer. Dus je kan echt een specifieke trailer maken die alleen maar hier gaat spawnen. Dus als je zelf gemaakte bedrijven hebt, kun je zelf aangeven, joh, ik maak een TNT of een PostNL trailer. En ik zeg PostNL heb ik gemaakt als bedrijf in mijn map. En dan zegt hij, nou oké, dit noem even, dit is PostNL. En dan moet hij van PostNL naar PostNL, maar hij mag ook naar TNT. Ik noem even wat. Dit zijn de bedrijven die het dan weer kunnen ontvangen. Nou, als je daar klaar mee bent, dan sluif je hem weg. Ik ga het nu niet doen, ik heb al een keer gedaan. Hier zie je verder dat het allemaal goed gaat. Nou, dit zijn even alle vinkjes om te zien of alles goed gegaan is. En dat is het eigenlijk. Je exporteert een mod en je zet hem in je mod directory van Euro Truck Simulator 2. En dat is het. En dan kun je met je eigen trailer gaan rijden. Heel simpel, heel makkelijk, heel veel uitleg. Maar als je het een paar keer gedaan hebt, dan is het echt heel, heel erg simpel. Ik ga je daar ook even laten zien in Euro Truck Simulator hoe dat dan uitziet. En nou goed, daar gaan we nu even naar kijken. Nou, we zijn terug in Euro Truck Simulator 2. Wat ik gedaan heb is dus een bestandje aangemaakt, een .ss bestandje via de ETS 2 Studio. Dat bestandje heb ik gekopieerd naar het mapje in jouw Euro Truck Simulator 2 mapje waar je het in, ja, waar je het in geïnstalleerd hebt. Onder het mapje mod. En wat je dan kunt doen, of moet doen eigenlijk nog, is het even aanvinken. In dit geval heb ik het genoemd numberstrailer.ss. Dat vink je aan. En een profiel waar je het wil verschijnen natuurlijk. Je hebt meerdere profielen, altijd handig. En dan laat het in. En nu kunnen we het controleren, want elke trailer kun je even bekijken. Hop. Dat is bij over. Trailerbrowser. En ik kan hem zelfs zo eruit houden, denk ik. Kijk, dit zijn die namen die je aan kunt geven. Dus dan moet je volgende keer even in de gaten houden. Kijk, en nu heet het TN nummer 1. En zoals je ziet, dit is de template. Ik heb hem even ingevuld met wat termen om te kijken van, hey, waar is wat? Nou, ik heb het goed gegokt. Links is inderdaad links. Front is eigenlijk achter. En wat eronder. Achter is eigenlijk voor. Skirt rechts. Rechts, sorry. Je ziet trouwens dat hij aan de achterkant gewoon doorschijnt. Dat vind ik een beetje raar, maar oké. Okay. Skirt links. Links. Dak. Dus ja, dit, een skirt achter. Dit kun je ook helemaal zelf skinnen. Dus ik denk dat je wel in twee delen moet doen. Dus dit kun je een kleurtje geven en dit kun je gewoon volgens mij overslaan, denk ik. Maar goed, zo ziet jouw trailer eruit. In Euro Truck Simulator 2. En zo simpel is het eigenlijk. Dus ja. Het is niet moeilijk. Waar je even naar moet kijken is naar een tekenprogramma. Wat je zelf gewoon fijn vindt om te gebruiken. En waarbij je dus dat, die template kunt wegschrijven als een .png bestand. Of een .dds bestand. En dan kun je hem eigenlijk in Euro Truck Simulator 2 Studio. EDS 2 Studio. Kun je hem dan helemaal klaarmaken. Bestandje. Een bestandje kopiëren naar je Euro Truck Simulator 2 mapje. Onder het mapje mod. En that's it. Dat is eigenlijk alles. Het kan zomaar zijn dat ik nog wat meer video's hierover ga maken. Van hoe ik dan bijvoorbeeld bepaalde dingen aanpak. Maar ik vond deze eigenlijk wel te belangrijk om even te, toch even te laten zien van hey, hoe werkt nu dat met die templates en met die mod. Er zijn vast nog veel meer mogelijkheden. Er zijn vast nog veel meer templates. Als ik wat zie en spot, dan zal ik ze meteen even zo'n filmpje maken en laten zien wat ik ermee gedaan heb. Ik wens je heel veel plezier met het maken van je eigen trailers. Je hebt in ieder geval nu de mogelijkheid om twee trailers zelf te maken. Op een vrij simpele manier. Ik zou zeggen, heel veel succes en heel veel plezier ermee.